Nou, de drone heeft een infraroodcamera eronder hangen. En dus warmtebronnetjes lichten op. Nou, en in de praktijk zijn dat vogels of hazen die hier in het veld lopen. Je ziet de stipjes ook echt over het scherm heen. Ja. Die kuikens die zitten meestal in de buurt bij elkaar. En die zie je dan over het scherm heen scharrelen inderdaad. Het is 6:30 in de ochtend wanneer in een weiland aan de Gravenweg in Liederholthuis een drone opstijgt. Polder Liedenbroek is een van de weinige plekken in de provincie waar de weidevogels het nog wel goed doen. De drone vliegt in een van tevoren vastgestelde route over het weiland en registreert in mum van tijd waar zich nesten van weidevogels bevinden. Omdat vrijwilligers veel sneller die nesten kunnen opsporen, worden er waarschijnlijk veel meer nesten gevonden en beschermd. Nu sneuvelen er vaak nog gewoon nesten omdat de boer niet weet dat ze op het veld liggen. Dus we kunnen hiermee echt een flinke slag maken in de bescherming van de weidevogels. We hebben zelf al een nest van de graspieper opgespoord bijvoorbeeld. En dat is een nest dat kun je eigenlijk normaal als vrijwilliger nauwelijks vinden. Dus dat heeft echt meerwaarde, zo'n drone.